Proloog. Een onverwachte wending. Chris Volgers, een man met zijn voeten stevig in het heden, voelde zich onweerstaanbaar aangetrokken tot het complexe web van zijn verleden. Een simpele interesse in zijn familiegeschiedenis groeide al snel uit tot een allesverterende zoektocht, die verbazingwekkende toevalligheden aan het licht bracht en zijn kijk op lot en lotsbestemming op de proef stelde. Het was alsof een onzichtbare hand een tapijt had geweven van met elkaar verbonden levens, dat generaties omspande en geheimen fluisterde van achter de sluier van de tijd. Dit is het verhaal van die zoektocht, een reis van zelfontdekking door het labyrinth van zijn afkomst, waar elke wending niet alleen het verhaal van een familie onthulde, maar ook het hart van een man die zijn plaats zocht in het grote geheel van het bestaan. De reis begon heel eenvoudig, met een terloopse blik op een oud familiedocument. Maar als een vonk die een vreugdevuur doet ontbranden, zette het een reeks gebeurtenissen in gang die Chris' begrip van zichzelf en de wereld om hem heen voor altijd zouden veranderen. Hij stond op het punt te ontdekken dat het verleden niet zomaar een verzameling vervaagde foto's en vergeten verhalen is, maar een levende aanwezigheid die vorm geeft aan wie we zijn en wat we geloven. Chris, geboren in 1982, had altijd een vaag gevoel van vervreemding van het verleden gevoeld. Zijn jeugd was gelukkig en rustig. Een schril contrast met de verhalen over ontberingen en veerkracht die de verhalen van zijn grootouders kleurden. Toch was er een aanhoudend stemmetje in zijn hart. Een verlangen om zich te verbinden met de generaties die hem waren voorgegaan. Het was dit verlangen dat hem ertoe bracht zich te verdiepen in zijn familiegeschiedenis. Aanvankelijk als een ongedwongen tijdverdrijf om lege uren te vullen. Hij had geen idee dat hij aan een reis van grote betekenis begon. Chris' eerste stappen in de genealogie begonnen met online zoekopdrachten en stoffige oude fotoalbums. Zorgvuldig puzzelde hij fragmentarische informatie bij elkaar en volgde hij zijn afstamming terug door de generaties. Hoe dieper hij groef, hoe meer hij geïntrigeerd raakte. Namen die ooit slechts gefluister in de wind waren, veranderden in echte mensen met hoop, dromen en levens die met de zijne verweven waren. Het besef dat hij de echo's van hun ervaringen in zich droeg, vervulde hem met een gevoel van verwondering en verantwoordelijkheid. Hij ontdekte dat zijn familiewortels stevig verankerd lagen in de landelijke gebieden van Noord-Groningen. Een regio in het noorden van Nederland doordrenkt van geschiedenis en traditie. Deze afgelegen uithoek van het land, met zijn weidse luchten en winderige kustlijn, had een bijzondere aantrekkingskracht op Chris. Het was een plek waar de tijd langzamer leek te gaan, waar de echo's van het verleden duidelijker resoneerden. Terwijl Chris zich verder in de annalen van zijn familiegeschiedenis waagde, stuitte hij op een intrigerende onthulling. Zijn betovergrootvader, Hendrik Volkerts Vos, was op precies dezelfde datum geboren als hij, een detail dat hem koude rillingen bezorgde. Dit ogenschijnlijk onbeduidende toeval wakkerde een vuur aan in zijn verbeelding en voedde zijn verlangen om meer van zulke synchroniciteiten te ontdekken. En dat deed hij. Hendrik, geboren in 1749, was boer in het dorp Uskert, een kleine gemeenschap te midden van de glooiende heuvels van Noord-Groningen. Zijn leven was, zoals dat van velen in zijn tijd, waarschijnlijk gevuld met hard werken en eenvoudige geneugten, diep verweven met de ritmes van de natuur. Toch voelde Chris, ondanks het verstrijken van eeuwen, een onverklaarbare band met deze man, een gevoel van verwantschap dat tijd en omstandigheden oversteeg. Toen hij verder groef, ontdekte hij nog een verrassend toeval. Hendriks vrouw, Aaltje, was geboren op dezelfde dag als Chris' moeder. Deze griezelige gelijkenis van geboortedata over generaties heen was meer dan toeval, voelde Chris. Het was een teken, een onzichtbare draad die hem met zijn voorouders verbond, op een manier die hij zich nooit had kunnen voorstellen.